Ik ga het weer doen. Daar zit hij. Dat ik niet meer weet dat ik hem ingepakt. Kijk hoe vet. Super vet. Nou krijg ik de laatste tijd best wel vaak de vraag of ik misschien een videoboodschapje wil inspreken. Nou, op zich, weet je, ik vind dat het geen enkel probleem. Degene die potverdorie in mijn worst zit te bijten, dat... Hallo, vlogger. Superleuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op Mitty. Jij wel, dames en heren, om te beginnen. Ik had dus vandaag, ik ben net terug van de winkel, ben even naar de winkel gegaan. En ik had even wat tandenborstels gekocht. Want zoals jullie weten, mijn tandenborstel, oftewel mijn elektrische tandenborstel, die is nog steeds kapot. Oftewel, ja, hartstikke leuk. Mijn scherpraat zit er nog in trouwens. Oh, en dan zie je het toch mij. Godsamme, gooi er maar weer mee. Ja, mijn tandenborstel is dus kapot. Dus dit ding, weet je, hij is hartstikke mooi. Hij heeft me jarenlang geholpen mijn tandenvlees een beetje gezond te houden. Maar nu is die gewoon kapot. Maar ik heb een nieuwe gekocht. Want hè, het is niet meer zo dat je in deze tijd nog, ja, ik heb het wel. Met dit soort tandenborstels aangekomen. Ik heb het wel. En dat keer 8. Want hè, die Duitse winkels van tegenwoordig, die er waren 8 borstels voor euro. Dus hey, why not? Maar goed, ik ga het weer doen. Mondwater. Ik heb het heel lang niet meer gedaan. En het is nu echt verstandig om het weer te gaan doen. Helemaal nu met het vooruitzicht op de tandarts binnenkort. Heb ik weer mondwater gekocht. 3 stuks dus. En een hele andere. Dus verder geen reclame, maar ook een speciale mondwater. En waarom deze? Nou, dit is dus, kijk, als ik het goed lees. Beschermt opbouw van tandplakkage. Nou, heb ik heel veel last van. Schaam ook niet voor. Helpt beschermen tegen tandvleesirritatie of toebloedend tandvlees. Nou, ik heb het allebei. Mijn tandvlees is gewoon heel snel geïrriteerd, omdat ik gewoon niet goed ben in poetsen bij mijn tandvlees. Dat doet gewoon pijn. Het moet officieel wel, maar ik moet namelijk zeg maar hieronder zit het tandvlees. Joh, wie weet dat niet, maar daar moet je dus ook gaan poetsen. Maar dat doet die borsteltjes, die zijn zacht, maar ook hard. Dus als je dat gaat, oh, pijn jongen. Mijn tandvlees is dan knetterrood. En op een gegeven moment dan gaat het bloeden. En waarom gaat het bloeden? Omdat je het niet goed poetst. Dus, ja. En nu helemaal natuurlijk mijn elektrische tandenborstel kapot is, moest ik wel een nieuwe. Dus daar gaat alweer 10 euro vuurwerkgeld. Ja, sorry jongens, maar als ik moest kiezen tussen een goede elektrische tandenborstel en voor 10 euro alweer aan vuurwerk erbij, ja, dan moet ik eerlijk zeggen, hè? Sowieso heb ik gewoon nog geld voor vuurwerk, hoor, daar niet van. Alleen, ja, als ik moest kiezen tussen een tientje voor een goede tandenborstel of 10 euro aan vuurwerk, ja, dan weet ik het wel. Ik wil natuurlijk gewoon een freaking goed gebit hebben. Dus, ja. Het is heel stom, maar ik heb dus gewoon een nieuwe tandenborstel gekocht. Ik ga het je ook gelijk laten zien. Ik ben ook heel benieuwd hoe die werkt en alles. Dus, er is een timer op dat je precies 2 minuten per dag je tanden poetst. Poets gewoon niet goed, daar ben ik gewoon eerlijk in. En daar moet ik echt verandering in brengen. Dus vandaar dat ik nu echt even een grote stap heb gezet om mijn zakgeld eraan te verkwanselen. Dus ik ga eens even kijken wat die nieuwe elektrisch is. Ik ben wel benieuwd namelijk. Laten we even gaan kijken. Oké, genoeg, als ik krijg copyright, daar heb ik geen zin in. Dit is het dus geen reclame, maar een elektrische tandenborstel met een USB-oplader. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ben echt benieuwd wat voor tandenborstel dit is, jongen. Een electric tandenborstel. Oh ja, het zit in een koffertje, dus dat is makkelijk meenemen. Oh, dat, maar het is wel handig trouwens, een elektrische tandenborstel in een koffertje, want dan kun je handig meenemen op reis. Daar zit hij. Hier zitten dus 2 extra borsteltjes bij in. En daar is die. Maar waar moet je hem dan opladen, vraag ik me af. Hij doet het al. Oh, wat satisfying. Oh, wat vet. Er zitten allemaal kleurtjes op. Oké, ga ik gelijk even een borsteltje erop gooien. Hier zit dus een timer op. Ja, deze is dan weer hard, jongen, die borstel. Oké, volgens mij is het glas helder. Maar er zit dus nu een kabeltje bij in. Maar waar moet dat freaking kabeltje in? Ik zie gewoon nergens een opening. Ja, hieronder dan. Ik ben ook niet zo slim geweest. Ik lees ook geen handtijding. Dat is natuurlijk wel handig. Oh, al die tijd. Dit is geen speelgoed. Nee, goh, je meent het. Het is allemaal hartstikke leuk, maar ik zie nog steeds niet waar ik hem op kan laden. Ik zie jullie zo alweer. Oké, wat ik dus al dacht. Het opladingetje zit hieronder. Nou, dan ga ik hem maar gelijk even opladen. Stekkertje erin. En het is te veel lukt. Boom. En het is alweer gefixt, dames en heren. Nou, hij is aan het opladen ondertussen. Dus nou is het even een kwestie van wachten. Oftewel, ik heb gewoon weer een elektrische tandenborstel. Het enige kut is wel dat ik hem dus nergens
op kan zetten. Bij een andere tandenborstel die daar een beetje verdrietig ligt, die had nog zo'n oplaadstation. Ja, dat was ook handig, maar deze heeft dat dus niet. Maar ondertussen, dames en heren, heb ik ook alweer een nieuw kerstcadeautje gehaald. Ja, toch alweer. En nu zat ik te denken, we doen namelijk 3 dagen cadeautjes. Dus nu moet ik eigenlijk even de cadeautjes een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Ik had hem net zo mooi verdeeld, maar gewoon opnieuw verdelen. Het is dus zo dat we dus 3 dagen cadeautjes doen. Kerstavond, volgens mij eerste en tweede kerstdag. Maar nu moet ik dus eventjes de cadeautjes gaan verdelen. Want je maakt niet alle cadeautjes op 1 avond open. Het gaat niet helemaal goed. Ik heb zoveel cadeautjes dat ik niet meer weet wat ik heb ingepakt. Dit is echt erg. Kijk dan, ik ben even alle cadeautjes aan het goed neerzetten. Maar het is niet normaal. Ik weet niet meer wat ik heb ingepakt. Het zijn zoveel cadeautjes. Elmo! Het zijn zoveel cadeautjes. Zo. Het is nog gewoon nog kouder dan de gemiddelde Noordpool, joh. Het is ook een partijtje helder buiten. Let op, hè. Ik weet niet of je het kunnen zien. Gewoon een bed. Het is koud, jongen. Oh, maar dat is wel vet. Ook eens laten zien. Ze hebben bij dit gebouw ook heel veel kerstversiering ophangen. Kijk hoe vet. Super vet. Klein kerstboompje. Mijn tepels die vriezen eraf, joh. Oké, dames en heren. En nou, ga ik iets doen? Sorry, allemaal. Pijp me. Iets doen wat heel vaak wordt aangevraagd. Ik ga namelijk 4 boodschappen inspreken. Nou krijg ik de laatste tijd best wel vaak de vraag of ik misschien een 4 boodschappen wil inspreken. Nou, op zich, weet je, ik vind dat het geen enkel probleem. Alleen, ik kan het niet beloven dat het altijd lukt. Het spijt me, ik heb wel eens mensen moeten teleurstellen, maar... Jongens, ik heb niet altijd de tijd om een 4 boodschappen in te spreken. Maar, voor deze keer, dan ga ik voor de volgende 2 personen doen. Oké, ik ga dus even een boodschap inspreken voor... Thijen, shout-out naar Thijen. Kom je nog in de vlog ook? Hij kijkt veel mijn video's, oké. Komt-ie. Hey Thijen, ik moest eventjes namens jouw vriend een videoboodschap inspreken. Ja, want hij wordt volgens mij 12, begreep ik. Oké, dit gaat even opnieuw. Goed. Hey Thijen, superleuk dat je even kijkt naar deze speciale videoboodschap. Ja, echt waar, het is van Mitty. Ik hoorde dat je 12 jaar bent geworden, of nog wordt. Nou, bij deze gefeliciteerd en ik zou zeggen, vier het nog even lekker lang. Want zolang als je er bent natuurlijk. Oké, dat was heel slecht. In ieder geval, geniet ervan. Hey, niet in een one-taker, maar in een two-taker. Two-taker. Ga ik naar de volgende. Hallo Gijs. Ja, je weet die. Ik hoor dat je 18 wordt. Nou, hartelijk gefeliciteerd en geniet ervan. Het is wel pas in februari. Het is op dit moment december. Maar tegen de tijd dat je denk ik deze film gezien krijgt, is het dan wel februari. Dus veel plezier. Nou, gefixt. En nogmaals, dames en heren, ik vind het superleuk om voor jullie 4 boodschappen in te spreken. Maar dat lukt niet altijd. Shout-out aan Thijen en Gijs. Superleuk dat jullie de vlog kijken. Ja, wat denk je nou zelf? Degene die potverdorie in mijn worst zit te bijten, dat die wat eten krijgt? Het is zeg maar zo, dames en heren. Ik werd vanmorgen wakker. Ik zal het even demonstreren. Ik word zo wakker, ik denk... Ugh. En eerst wat ik zie... Een plastic ding op de grond. Ik denk, hij zal iets met een papiertje hebben gegooid of wat dan ook. Dus ik doe mijn lamp even aan... Hoppatee, en wat zie ik? Hij heeft aan mijn leverworst zitten kouwen. Oude vieze rek, een beetje aan mijn worst zitten bijten. Moet je vies doen jij? Ik heb ook geen idee wat ik hem aan doen met mijn hand. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Oh ja, dames en heren, en voor een vlog wilde ik ook nog eigenlijk een Grinch pak bestellen. En dan als een Grinch op de ijsbaan in Borculo, want het wordt natuurlijk nog kouder, hè? Dus het gaat vriezen. En dan... Toen dacht ik van, wat nou als ik als Grinch ga schaatsen? Ik wil het nog sowieso een keer doen hoor, maar als ik dat nu ga bestellen, ja, dan komt het pas na kerst binnen. En dan heb je er niks meer aan, want dan is en kerst afgelopen en dan is er waarschijnlijk geen ijs meer. Maar binnenkort gaan we dus waarschijnlijk schaatsen, dat vind ik wel echt super vet. Gewoon lekker lol maken op het ijs, gewoon lekker gek doen, zoals het hoort.
Maar goed, dames en heren, dit was ook weer de vlog van vandaag. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet positief te blijven. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende vlog. Hier op Mitty. Om 5 uur. Tot dan. Bedankt voor het kijken. En peace.